Er wordt flink gebuffeld bij de boksschool van ome Jan Schildkamp in Rotterdam. Al 2 jaar lang krijgen amateurboksers uit de zakenwereld trainingen om klaargestoomd te worden voor het boksgala Gladiatoren aan de Maas. Dat zijn mensen die ergens anders vandaan komen. Die komen hier eigenlijk de training doen die wij echt fijn vinden, veilig en toch hard bezig zijn. Ik geniet ervan. Ook wat hun organiseren. Dat, die wedstrijden die ze per jaar voor organiseren, dat is zo gigantisch. Ik heb het 1 keer gezien. Nou, daar geniet ik van. En eigenlijk toen ik dat zag, dacht ik, hier wil ik volgend jaar staan. Dus toen ja, heb ik ze gewoon het shirt van het hemd van het lijf gevraagd om mee te mogen doen. Dus ik ben heel dankbaar dat ik dit jaar dit mag doen. En echt mezelf kan uitdagen, zeg maar. Ja, je moet er wel wat voor over hebben, maar dat gaat wel vanzelf eigenlijk. Ja, ik denk als je hier aan meedoet, heb je een soort winnaarsmentaliteit. Want anders moet je het ook niet doen. Maar je weet van tevoren wel waar je aan begint. Je weet dat het gewoon zwaar gaat zijn. Je wordt er ook op voorbereid. Het is niet alleen fysiek zwaar, maar het is ook mentaal best wel zwaar. Kijk, als je kijkt gewoon je dagelijkse dingen. Nou, je hebt een dochtertje, ik heb 2 bonuskinderen. Je huishouden, je fulltime baan, je sportschema. Je weet gewoon van tevoren wel een beetje waar je aan begint. Maar het is wel zwaar. En op 17 november in de cruise terminal in Rotterdam is het dan eindelijk zover. Dan wordt dat boksgala voor het goede doel gehouden.